De rehabilitatiewerkzaamheden van de wegstrekking Jenny Henaar zijn in volle gang. Het startsein is vorig jaar oktober gegeven en de opdrachtgever voor dit project is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. En de aannemer is het aannemingsbedrijf Baitali NV. We hebben een gesprek gehad met de heer Deeuw van het ministerie en de heren Pasram en Neeman van de aannemingsmaatschappij. Met de werkzaamheden aan de wegstrekking Jenny Henaar zijn we, om exact te zijn, begonnen op 10 januari 2019. Want toen is de uitvoeringsperiode van de aannemer ingegaan. We zijn pakweg 2 maanden op dit moment bezig. En de werkzaamheden lopen vlot. De aannemer heeft een contract gesloten met het ministerie. En hij moet ervoor zorgen dat de materiaalhoeveelheden wel volledig beschikbaar zijn voor het project. En dat er eigenlijk geen tekort zijn bij het project. Maar dus, net als wat ik u zei, we zijn begonnen eigenlijk 10 januari met het project. Maar daarvoor had de aannemer een mobilisatieperiode van 3 kalendermaanden. En in die 3 kalendermaanden heeft hij eigenlijk genoeg sub-base materiaal. Dat is dus in feite klinkzang. En ook base materiaal, basecores. Voor een groot deel al ook aangevoerd bij het project op verschillende locaties. Het contract met de aannemer die is afgesloten heeft een contractduur van 24 kalendermaanden. Dus we zijn in feite nu bij 2/24ste deel, dus 1/12de deel van het project is nu in uitvoering. Maar elk project bij de opstartfase, kijk, asfalteren gaat heel makkelijk bij wijze van spreken. Maar je ondergrond, de werkzaamheden aan je ondergrond nemen wat meer tijd in beslag. Dus wat we nu zien is dat de aannemer reeds gestart is met de werkzaamheden aan sectie 5. En sectie 5 is dus vanaf de brug Wageningen, kilometer 188 tot kilometer 209 als ik het goed heb. Dat is dus 21 kilometer aan wegstrekking die hij gaat te werken. Dat is voor sectie 5. Sectie 2 is tussen Ingikondre en Burnside. En sectie 1C is kilometer 114 tot kilometer 115 van Koroni. De aannemer is nu bezig met op 2 werkfronten. Hij werkt aan de strekking van sectie 5. En hij is ook al begonnen met de werkzaamheden, opschoningswerkzaamheden, opzoeken van nutsvoorzieningen bij sectie 1C. Dus tot nog toe lopen de werkzaamheden vlot en we kunnen niet zeggen dat we op dit moment een achterstand hebben in het project. Het verkeer wordt ter plekke van de uitvoering zodanig afgezet dat het verkeer nog altijd toegang heeft. Maar dan wel zijn er vlaggenmanen aanwezig. Je ziet dus als u aanrijdt en u komt ter plekke aan, ziet u dus vooraf waarschuwingsborden dat er werkzaamheden in uitvoering zijn. En ter plekke wordt u dus sowieso begeleid door vlaggenmannen die dus het verkeer in 1 rijstrook open houden. Wij werken dus merendeels aan 1 rijstrook en dan blijft 1 rijstrook open en dat wordt dus om de beurt steeds opengesteld dat het verkeer altijd toegang heeft. Wat wel nog een uitdaging voor ons is, laat ik dat ook gelijk meegeven, is er zijn een aantal duikers onder de weg die dus ook aangepakt zullen worden. Ergens medium maart tot 1 maart beginnen we met de eerste strekking. En dat is bij kilometer 115 om de duikers daar te vernieuwen. Dan zijn we nog bezig om een construction plan op te zetten. Hoe de uitvoering zal geschieden. Dat het verkeer nog altijd toegang heeft. We kunnen de weg niet afsluiten. Aangezien het gaat om de Oost-West-verbinding. De aannemer is nu begonnen met sectie 1C en sectie 5. Dus hij werkt daar en hij moet nog een aanvang maken met sectie 2. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden kan het zo zijn dat na 20 kalendermaanden sectie 5 en sectie 1 afgerond zijn. Dus dat kan die wel als een deeloplevering opgeleverd worden. Maar in die totale 24 maanden moet ook sectie 2 opgeleverd worden. Dus in 24 kalendermaanden moet de aannemer alle 3 deelprojecten wel opleveren. Dat is sowieso meegenomen in het project. Ten aanzien van de nutsvoorziening is het zo dat er sowieso glasvezelkabels in de wegstrekking lopen. Die dus eigenlijk ervoor zorgen dat Suriname
als Guyana internetverbinding heeft. En bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten we echt rekening houden dat er geen schade wordt aangericht. Want als dat gebeurt, heeft of Suriname of Guyana geen internet voor dat moment. Dus we zijn nu met de Telesuur ook aan tafel geweest om na te gaan hoe we de bestaande infrastructuur van Telesuur of verplaatsen en waar nodig ook vernieuwen. Dus dat is nu gaande en er zijn ook wat IBS-masten die verplaatst moeten worden. Daar hebben we ook al met de IBS gezeten en bij de wegstrekkingen waar bepaalde masten verwijderd moeten worden, verplaatst moeten worden, zullen we dat ook verplaatsen binnen het project. Ten aanzien van sectie 2 is het ook zo dat er enkel schuttingen zijn die maybe buiten de grenzen zijn gebouwd. We zijn nu in samenspraak met de DC bezig om na te gaan hoe we dit kunnen oppakken. Want we hebben wel een voldoende wegbreedte daar nodig om de wegwerkzaamheden uit te voeren. In de sectie tussen Wageningen en Hena, dus dat is sectie 5, zijn er sowieso 2 bruggen. Die zullen worden vernieuwd, CQ aangepast, aangezien we de wegbreedte van 6,2 meter naar minimaal 7,5 meter gaan. Dus dat zal dus eigenlijk een bottleneck vormen. En er is wel een reservering in het contract gedaan dat we wel de bruggen veranderen, vernieuwen. Nou, we zijn op dit moment bezig met het werken aan de Oost-West-verbinding. De gehele Oost-West-verbinding is inmiddels grotendeels gerehabiliteerd en verzwaard, met uitzondering van deze strekking van Jenny tot en met Henaar. Wij gaan dus binnenkort aan de slag met het rehabiliteren van de weststrekking Jenny-Henaar. Dat is ongeveer in totaal 120 kilometer. We hebben de strekking verdeeld in 5 secties. Dat is van Jenny, oftewel Koppenamepunt, tot en met Ingikondre. In totaal 37 kilometer. Sectie 2 is van Ingikondre tot en met Burnside, oftewel de politiepost. Dat is 21 kilometer. Sectie 3 is van Ingikondre tot en met Kaimanpolder. Dat is ongeveer 30 kilometer. En sectie 4 is van Kaimanpolder tot en met Wageningen. Dat is 10 kilometer in totaal. En de laatste sectie waar wij ons nu bevinden, dat is sectie 5. Dat is van Wageningen tot en met Henaar. Dat zijn dus eigenlijk de 5 secties van ons project Jenny Henaar. En wij gaan te werk op sectie 5, sectie 2 en een deel van sectie 1. De officiële openingsceremonie is geweest op 17 oktober 2018 in Wageningen aan de Scrivimankotilaan. Na de officiële opening hebben we 3 maanden mobilisatietijd gekregen. Dat houdt in dat we dus de tijd hebben gekregen om de equipment, de materialen en de mensen op de benodigde plekken te krijgen. En sinds het begin van dit jaar, 2019, zijn we dus officieel begonnen met het werken aan de hoofdweg. Tot nu toe loopt het wel volgens schema. En als alles goed verloopt, dan zal het totale project 2 jaren duren. De weg gaat er verschillend uitzien. Sectie 1 en 2 krijgen een traditionele opbouw. Zoals we in Suriname vrij bekend mee zijn, een normale subbaselaag van zand met daarop een basecourslaag en als laatste een asfaltlaag. In sectie 5 hebben we gekozen voor een andere oplossing, namelijk het stabiliseren van de weg. Een van de redenen waar we hiervoor hebben gekozen is de snellere uitvoeringstijd. Los van de snellere uitvoeringstijd heeft stabiliseren natuurlijk een heleboel andere voordelen. Enkele daarvan zijn dat je een flexibele constructie hebt, een betere levensduur, een hogere kwaliteit van de weg, om maar enkele te noemen. Maar in sectie 5 gaan we dus met stabiliseren aan de slag, wat voor Suriname een vrij nieuw begrip is. De afstand voor het aanleveren van het materiaal speelt zeker een rol. Wij hebben voor dit hele tracé een heleboel stockpiles geïdentificeerd waar we de verschillende materialen die benodigd zijn voor de weg leveren. En afhankelijk van wat benodigd is, kan op elk moment worden ingespeeld op de dichtstbijzijnde stockpile. Aan het begin van het project is er een totale benodigdheid geïnventariseerd. En gaandeweg het project zal deze hoeveelheid dus verspreid worden over de verschillende stockpiles. Het materiaal dat tot nu toe is aangeleverd is voldoende voor waar we nu mee bezig zijn. Gaandeweg het project zal er steeds meer materiaal geleverd worden. Maar op de verschillende stockpiles is er nu overal voldoende om door te gaan met de werkzaamheden op de weg. Het stabiliseren van de weg, dat houdt onder andere in dat je de bestaande materialen in de weg opnieuw kan gebruiken. Als ook dat je gebruik maakt van de additionele componenten van cement en roodzem.
Je krijgt dus een mix van vier materialen, namelijk zand, basecourt, cement en roodzem. Die worden allemaal gemixt en tot één totale stevige laag gebouwd, als het ware. En de voordelen van deze opbouw is dan natuurlijk dat je een snellere uitvoeringstijd hebt. Dat de kwaliteit van het product veel beter is ten opzichte van de traditionele opbouw. Als ook dat je flexibiliteit krijgt in de wegconstructie, waardoor je beter op de lasten die door het verkeer wordt uitgeoefend op de weg kan opvangen. Omdat stabiliseren in Suriname nog niet zo bekend is, hebben wij een pilot menen uit te voeren. Dat hebben we aan het begin van sectie 5 gedaan, bij de brug te Wageningen. We hebben daar 275 meter aan wegstrekking gestabiliseerd. Deze pilot hebben we dan gebruikt om ervaringen op te doen met de stabilisatie, als ook om mogelijke knelpunten te identificeren, zodat we die allemaal mee kunnen nemen tijdens de uitvoering van het latere werk. En hoe is dat pilotgedeelte gegaan? Het pilotgedeelte hebben we heel kort na de openingsceremonie gedaan. In het kort hebben we dus eigenlijk het asfalt weggefreesd en vervolgens de verschillende materialen in de juiste doseringen aangebracht. Dus zand, basecourt, roodzem en cement. Vervolgens is daarover een mixer gegaan, een rotaveter als het ware. Die heeft alle vier materialen in de juiste doseringen gemixt en tot één laag gebracht. En nadat dit compleet was, hebben we daaroverheen geasfalteerd. Dit testvak is nu nog te zien aan het begin van sectie 5. En later komt de laatste asfaltlaag daaroverheen. Om het tot een compleet geheel te maken. En nu bevinden wij ons op sectie 5. En op sectie 5 heb je niet zoveel aan bevolking aan beide kanten van de weg. Er is een community project en dat is dan Wageningen op zich. We zullen dan later een kijkje daarna nemen. Daar heb je dan wel mensen, de samenwerking met de bevolking, daar is prima. Hier heb je wat reisboeren aan weerszijden van de weg, dat is de middenstandpolder en dan verder op wat grote landbouwbedrijven. Maar we hebben dan geen problemen met zowel niemand, als er wat is, verlenen mensen wel hun medewerking. Obstakels in die zin van glasvezelkabel lopen aan weerszijden van de weg en dan heb ik dat dan over Telesuur. Er is afspraken lopen met Telesuur omdat vanwege de verbreding van de weg moet de glasvezelkabel uiteindelijk verplaatst worden, want anders kan je de wegbreedte niet halen. Dat is een van de obstakels. Vandaar als je dan kijkt naar de totale strekking van sectie 5, die 11 kilometer, dan zie je wel dat er bepaalde plekken overgeslagen zijn momenteel. Maar dat hindert ons niet om ons werk te doen. Wij gaan dan door met deze fase en dat is dan de verbreding. En dan terwijl we dan de verbreding afmaken, hopen wij dan dat Telesuur klaar is met de verplaatsen van de glasvezelkabel. Dat is dan op sectie 5. Op sectie 2 zijn er andere uitdagingen. Dat moet nog even uitgezocht worden, maar we zijn drukdoende bezig om dat te doen. Hetzelfde van glasvezelkabels, dus utilities zogenaamd. Op sectie 1b is ook een probleem en dat moet ook verplaatst worden. Op Wageningen hebben we dan toch wel andersoortige problemen gehad. En met name waterleiding. Niemand weet eigenlijk hoe, want omdat Wageningen aangelegd is door de blanke Nederlanders. En niemand weet eigenlijk hoe de leidingen allemaal daar onder de grond zitten. We hebben allemaal verrassingen gehad bij het opgraven en opsporen. Maar dat hebben wij toch in samenwerking met de nutsbedrijven heel netjes aangepakt en overgedragen dan aan SWM in deze. Want het grootste probleem was bij waterleiding. In wezen, wij hebben onze planning zodanig uitgezet om zowel in de regenperiode, we hebben rekening daarmee gehouden dat je dan een minimale productie zal hebben. Maar dan doen we ander soortig werk, in die zin van trenzen ophalen, bermen opschonen. En in de periode dat we wel kunnen verbreden en dan straks stabiliseren en asfalteren, zullen we dat dan allemaal in de droge tijd doen. Dat is allemaal zo ingepland. Dat zal geen probleem zijn voor ons. Zoals we eerder hebben gezegd, we hebben dan dat gedeelte Koroni en het gedeelte Nikeri. Op Nikeri hebben we nu ongeveer zo'n 50 arbeiders al in dienst, die werken hier. Deze mensen komen elke dag vanuit Nieuw-Nikeri naar zeg Wageningen.
Wij hebben dan bussen ingehuurd, of bussen zijn ter beschikking om de arbeiders dan van huis uit naar hun werk te brengen en terug. Voor wat betreft de arbeiders op Koroni, we hebben accommodatie daar en dat is de Howard Village, kilometer 132. En die arbeiders wonen daarin en van daaruit zijn er ook bussen die ze naar hun werkplek brengt en terug. Dus dat is helemaal netjes geregeld. Wat wij ook willen meegeven, het is een groot project met enorme uitdagingen. En een van die uitdagingen zijn natuurlijk alle materialen, dus dat logistieke gedeelte, om al dat materiaal dat Shire eerder heeft opgenoemd, op het project en op de stockpiles te hebben. Wij hebben onze eigen mijnen op Kabalebo Wakai, Kabalebo en Apura. En die materialen komen dan met dekschuiten naar Hinar. En vanuit Hinar worden ze dan getransporteerd naar hun bestemming. En zo hebben jullie dan MNO, een stockpile van Biscoos, daar gezien. En dat gaat allemaal dan via het rivier over de weg naar MNO. Precies zo hebben wij al dat zand die je op het project ziet, komt uit Koroni. En dat komt dan vanuit de zandboeren in Koroni over de weg helemaal op Wageningen. Dus dat is toch wel een grote uitdaging, maar dat heeft geen impact op de schema. We hebben alles goed ingepland en zoals we hebben gezegd is het wel te halen. We staan nu op het kruispunt van de Charolaislaan en de Scrivimankotti-laan. En op deze locatie is op 17 oktober het startsein gegeven voor het asfalteringsproject Jenny Henaar. We staan nu op de eerste weg die we hebben geasfalteerd voor dit project. Tijdens de openingsceremonie hebben we hier dus symbolisch de eerste 200 meter geasfalteerd. Dat was dus ook het startsein voor het gehele project. In Wageningen hebben we als community project gemeend om een enkele wegen te rehabiliteren. Het gaat in totaal om 5,3 kilometer aan wegen. De maximumsnelheid is overal 40 kilometer per uur. Vandaar dat we hebben gekozen voor een uniforme aanpak van alle wegen. De traditionele opbouw van de weg is een subbaselaag van 40 centimeter, een basecourselaag van 20 centimeter en een asfaltlaag van 5 centimeter. De asfaltbreedte is 4 meter en de basebreedte is 5 meter. Dit hebben we dus over alle wegen die we in Wageningen hebben aangepakt, met enkele uitzonderingen hier en daar, overal toegepast. Ondanks dat Wageningen een community project is, willen we natuurlijk ook gewoon garant staan voor de kwaliteit van het eindproduct. En net zoals op de hoofdweg hebben we hier dus ook voldoende testen en proeven gedaan om te garanderen dat het eindproduct wel voldoet aan de gangbare normen en eisen. Los van de wegen hebben we in Wageningen ook wat kleinere projectjes gedaan, namelijk wat inritjes voor de RGD, voor de brandweer, als ook een kleine weg naar een vuilnisstortplaats aangelegd. Alleen om de bewoners in Wageningen een beetje tegemoet te komen in deze zaken, die wij vanwege de beschikbare equipment hier wel redelijk vlot konden oppakken. Alle materialen die van buiten komen worden op onze stockpiles getest. En nadat ze op onze stockpiles getest worden en goedgekeurd worden, kunnen ze dus gebruikt worden in de weg. Nadat ze in de weg zijn gezet, moeten ze ook weer op locatie getest worden. Dit wordt gedaan door ons eigen lab. Nadat het lab de goedkeuring geeft, kunnen we als het ware verder gaan met het project. En zolang er nog geen goedkeuring is, moeten we doorgaan met het werken totdat de vereiste kwaliteit is gehaald. Op deze manier proberen we de kwaliteit van het hele wegdek als ook alle andere onderdelen te garanderen.